Dan kom ik met hun in gesprek en het heeft me inderdaad best, best wel een klant gekost. Dat is gewoon zo, maar ik ging het niet uit de weg. Ik denk, nou, ik heb die boodschap en die wil ik, die wil ik uitdragen. En die heb ik ja, een, een tijd lang uitgedragen. Op een gegeven moment ben ik er wel mee gestopt. Want ik denk, toen het allemaal tegen de muur aanliep, ik ik, ja, ik blijf niet tegen diezelfde muur aanlopen. Dus daar ben ik op een gegeven moment wel mee gestopt. Er is laatst wel een Nederlandse piloot. Die werd eigenlijk wakker. Die zegt: Nou, als ik naar nou mijn instrumenten kijk. vlieg ik altijd over een plat vlak heen. Ja, dat mocht ze niet zeggen, want ze werd, <laughs> ze werd meteen ontslagen. Heb je ooit God gezien? Vraag aan jou. Die zie ik iedere dag. Ja, want jij, nou kijk je naar mij. Ja, Ja, dat bedoel ik. En ik kijk naar jou. Ja, dan zie je jezelf. Nee, maar ik zie, ik zie daar ook God zitten. En ik zie hier ook God. Jij creëert je eigen wereld. Rutte licht dat er gedrukt zat, maar die kan ook die 180 graden, die heeft je al in zich, die kan dan meteen, boop. die hoeft daar helemaal niet over na te denken. Omdat het ja. 180 graden is, nee, die, die draagt daar gewoon al uit. En die draagt er met zoveel uitstraling uit dat die uit de hele massa, ja, die maakt je helemaal, helemaal gek. En nou, op een gegeven moment kwam hij met, ken jij Victor Schauberger? Ik heb nooit al gehoord, ik ken hem helemaal niet. Nou, ik zal je sturen. Nou, toen stuurde zij wat. Nou, ik had bekeken en nog een filmpje bekeken, nog een filmpje. Ik denk: jongen, jongen, wat er nou gebeurt. Echt de wereld ging op, die op, 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 op zijn kop. Ons is wijsgemaakt, ah, die springt tegen de stroom in. Nee, die forel die kijkt heel goed naar die krul in het water, dus naar die, wat we noemen vortex. En die gaat in die buitenrand van die vortex zitten. En die wordt al meegezogen. En dan geeft hij een klein beetje kracht. En dan springt hij naar een ander vortexje. Dat is alles wat hij doet. Dus die kijkt goed mm -hmm. naar die vortexen. In feite, die vis had echt niet naar boven kunnen zwemmen als hij die, die vortexen niet heeft. Hij heeft in de tijd van Hitler heeft hij ook de, uh, de vliegende schotel uh, gemaakt. Dus een vliegende schotel is dus man -made. Dus niks, geen vreemde aliens en zo. Nee, man gemaakt. En die technieken die uh, Victor Schauberger toen opgedaan heeft met dat water, dat heeft hij kunnen vertalen naar uiteindelijk dan. Uh, hij noemde dat een uh, repoziel, meen ik. En daar is nu, uh, met de huidige uh, uh, vliegtuigindustrie, hebben ze een motor ontwikkeld uh, die. Uh, geen energie, uh, die kan dus energieloos draaien al. Maar wat doet die, die motor? We hebben geen stuwkracht. Nee, we worden in het vacuüm getrokken. Dus die motor creëert voor uh, de ruimte voor die voor die motor is, een vacuüm. En die motor wordt dan naar de vacuüm getrokken. Dus vlie, het vliegtuig vliegt altijd naar het vacuum toe. Naar andere kaapers is de grote leugenaar en Bubo uh, ook. Uh, en er is nog een Nederlander, een Nederlander die uh, uh, Amerikaans geworden, en dat was de eerste man in de ruimte, die, uh, niet echt hè, zegt hij uh, zeg, altijd, maar niet echt hè. Nee, maar dat klopt ook, wij hebben geen ruimte, want we kunnen niet buiten die koepel. Uh, elk uh, ding wat afgeschoten uh, uh, wordt van Cape Canaveral, van, uh, ja, van, uh, in Amerika, verdwijnt allemaal in de Bermuda-drieuw. Dag lieve mensen. Mooi dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe aflevering, een nieuwe spetterende video. Ja, waar zijn we nu toch weer aanbeland, beland hè? in het mooie Nuland. En ik wil jullie ook graag meenemen nog op de reis van de inspiratiesessies. 20 november was er een hele mooie inspiratiesessie met ruim 60 mensen en onder andere René was daar ook bij aanwezig. En ja, het is zo positief en mooi ontvangen met liefdevolle mensen dat we dit vaker willen gaan doen. Dus mijn vraag is, wil je dat geluid alsjeblieft delen? Daarmee helpen jullie ons enorm. En ja, wij zijn nu aangeschoven bij René. Heel gastvrij ontvangen, ook door zijn vrouw Astrid met een mooie polsenbol. Ze hebben nog van het nee. nagenieten, hè? Ja, ja, ja. ja en ja, wij gaan een hele mooie video opnemen en ook dankzij Steven... Ben ik in contact gekomen met René. En ja, zo ontstaan er hele mooie dingen. En de vorige video, of een video hiervoor, dat was met Sjaak over het water. Het water, hè? water als bewustzijn. En ja, wij zijn onlangs, eergisteren, ja, toen ben ik bij Sjaak geweest in Dukenburg om naar het water te kijken. Zeg maar. ja, toen, toen was jij er ook weer, René. Hè? Jouw water verbind, hè? Ja, water verbindt, hè? Ja, zeker. Nou ja, goed. We hebben dat water gezien bij jullie. En uh, mijn vrienden zei van, goh, ik had eigenlijk de water mee moeten nemen. En daar zijn we eigenlijk helemaal vergeten. Ik zei, nou ja, ik kom vaak genoeg in Overasselt. Ik denk, nou, ik bel, uh, bel Sjaak. Nou, dat nummer is bekend. Ja, ik kreeg Sjaak dan niet, maar ik kreeg dan Hilde. Die gaf mij het nummer van Sjaak. Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. En toen zijn we inderdaad in Nijmegen geweest. En uh, ja, ik was er vijf over twee. En jullie kwamen tien over twee binnen. Dus hoe, hoe toevallig kan het zijn? Ik wist wel dat jullie kwamen, want uh, daar zei Sjaak toen... Hij zei, dat, is, dat is mooi als jij er ook bij bent. Ja, nou goed, we ik erbij doen. Hij zei, maar ja, dan doe ik toch mijn verhaal. Ja, nou, hij zei, dat mag je ook weten. En dan gaan we naderhand gaan we heel even een overrassel en dan laat ik je zien wat ik daar allemaal, uh, allemaal doe. Ja, deze hele beleefdnis geweest, moet ik zeggen, want uh, het was net uh, weer of uh, als klein kind voor de eerste keer in de Efteling kwam. Want het was. <laughs> want, dit is niet uit te leggen. Dat, dat is niet uit te leggen. We hebben het niet meegemaakt. Ja, ik kan het wel vertellen, maar. Nee, dat moet je zelf beleven. Ja. Dat kan je, je niet uitleggen. Wat is er de afgelopen jaren met jou gebeurd, René? Zeg maar. Want het, we hebben, we hebben zeg maar, toen die, die middag gezellig bij elkaar gezeten en we keken elkaar zo een paar keer aan. Alles wat voorbij komt. is net uh, of we in een andere wereld belanden. Ja, ze zeggen wel eens een keer in een rollercoaster, maar ik heb het idee dat ik maar in, 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 in een vliegje of in een raket zit, zal ik, ik maar zeggen. Het is allemaal zo snel gegaan en ja, drie jaar geleden ja, was ik eigenlijk ook, ja, we hebben er geen ander woord voor als slaper. Nou ja, dat is nou bekend wat een slaper is en wat nou een wakker is. Maar ben ik nou wakker? Ja goed, we denken van wel, maar ja, misschien zijn er andere meningen over het, te zeggen we nou ja goed, ik ben wakker als jij dat maakt ook allemaal niks uit. Maar we zijn in ieder geval wel bewust van het worden. dat het niet klopt waar we nu in zitten. Wat ik graag wil weten, hè, want jij bent heel actief op Telegram. en wat ik uh, zie, en mijn vader ook. want echt dankzij mijn vader ook zitten we hier. want die was heel enthousiast. net als jullie al van vroeger kennen of zo. want het voelt je net als thuiskomen. Dat, dat is echt zo. Hè? Ja. En uh, ik zie bij mijn vader nu ook een glimlach, zeg maar. maar dat zien de mensen niet. maar die, die was echt heel enthousiast van. kom, dat gaan we doen. Maar wie, wie is René? Wie is René zelf? Ik ben ik, ja. Uh, pff, ik ben een gedreven persoon. En ik ben ook iemand die uh, gewoon voor zijn mening uitkomt. En ja, uh, ja, ja geen bed weten, dat geloof ik, dat geloof ik niet. Maar uh, ze kunnen mij wel iets vertellen, maar wat ik wel aannem. En dan ga ik terugfilteren filteren. Klopt dat? En dan, draag ik dat, dan deel ik dat mee. En dan, dan ben ik ook een van hun, hè, bij wijze van spreken. Kijk, als ze, het, ze moeten tegen mij geen onzin gaan vertellen, want dan trap ik daar doorheen en dan zeg ik... ...ja jongens, eh, nou, dan ben ik, dan ben ik op, misschien wel een boertje, maar soms zeggen ik van... ...hé, eh, hey, eh, ik ben er niet, eh, ik doe er niet meer mee. Kijk, en, maar iemand die wel een boodschap naar mij eh, uit kan dragen, dan, maar daar sta ik wel voor open. Kijk, aan wat er dus eh, sinds eh, drie jaar al gebeurd is... ...ja, dat is toch een zelfontwaking geweest. Altijd bezig en eigenlijk... En dat is misschien wel mijn redding geweest. Ik heb nooit naar dat kijkkastje gekeken. Daar bedoel ik de TV mee. Daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. Ja, ik keek soms mee. Van, oh, uh, uh, leuk. Maar ik was weer wel weer in mijn eigen wereldje. Dus ik kon het wel volgen. Wat er geweest was. Ik kon erover meepraten. Maar mijn eigen wereld, die vond ik veel belangrijker. Dus dat. Nou goed, en dat is misschien wel mijn redding geweest. En daarvoor zag ik, zag ik het eigenlijk. Ook al meteen eerder dat, er, dat het gewoon niet klopte. Daar ben ik toen ook uitgedragen. En ik moet zeggen, ja, ik heb ook een, een eigen bedrijf. En uh, ja, ik ben dan wel zo iemand die er wel met de volle, het volle vermogen ingaat. Ik had ook mijn, aan de zijkant van mijn auto uh, uh, A3's geplakt. Uh, achterop mijn auto uh, met: uh, Rutte, het klopt niet, uh, leugens. Wat er op zijn leven stond, sloeg wel op die tijd van jongens. Niet doen, want het is gevaarlijk voor jullie. Ik had dat uh, van Klaus Schwab van de 2030 natuurlijk ook al gelezen en ik wist die agenda. En uh, toen hebben ze ook uh, daar gezegd: van, uh, You own nothing and you will be happy. Ja, maar dat gaan we niet doen. Maar dat kost jou toch klanten dan als je dat zo uitdraagt? Ja, nou ja, maar goed, uh, ik vond het wel mijn taak. Ik vond het wel mijn taak, want ik dacht toen nog. Ik kan iedereen in mijn omgeving kan ik redden. Ik kom al 25 jaar bij klanten. Ja, je, weet, je hebt net gezien dat ik wat dingen kan maken. Dus ik kom best serieus over bij mijn klanten. Dus echt, ik heb wel een, een, een credit opgebouwd, om het zo maar te zeggen. Ja, want dus, als ik zie wat jij maakt met uh, het computerprogramma, die kozijn, hoe je dat gemaakt met Visual Basic. Ja. Dat is, ja, dat, dat is echt wel. Uh, ja, dat is voor de gewoon, heel veel gewone mensen het bewijzen van: is dat abracadabra. Dus ik wil zeggen, hoe is dat creatiever ontstaan van vroeger met de computer? Wil je er iets over vertellen? Nou, praat wel over 1988, dus we moeten kijken hoe lang het dat daarmee geleden. Dat is al 30 uh, jaar geleden. Nou, toen uh, zat ik gewoon thuis en er was mijn ex-zwaar, die uh, zwager die kwam een keer bij mij en die zei: Van nou, we gaan naar de feestjes toe. Ik zei: Ja, jong, ik heb geen tijd, want ik moet dat en dat, ik moet trekken. Hij zegt, nou ik werk, ik werk bij Tulip, die ex-wagen dan, ik werk bij Tulip, en dat was toen een, een computerverkoper. Hij zegt, nou koop een computertje en uh, een plottertje en uh, druk op een knop en je hebt het. Ik zeg, nou oké, okay, als dat zo is, dan moet ik het hebben. Dus ik had zelf geïnvesteerd, want ik werkte gewoon bij een bedrijf, op dat moment ook had ik geen eigen bedrijf. Jij deed toen tekenen, gewoon met de hand tekenen iets? Ja, alles met de hand, noem maar op. Nou ja, die computer kwam bij ons, nou die deed natuurlijk helemaal niks ja vandaar is dat is dat opgebouwd. Ik denk ja, ik heb er toen kijk toen praten we over 3000 gulden en dat was toen de tijd een best kapitaal en, en, en mijn vrouw ook van goh nou hij uh, doet niks en wat, wat doe je er nou mee ja ik zorg om dat, dat ding aan de gang komt en toen is ze heel langzaam een, een, uh, van allerlei programma's uh, en dat ging dat ja, ging eigenlijk zo goed, ik werd uitgenodigd door bedrijven in Oostenrijk en in ja, Duitsland. Wat, wat deed je toen met die computer? Hoe, hoe, ja, ook eh, zeg maar de, de gereedschappen, want ik verkocht eh, gereedschappen, wat ik nu nog, nog doe, maar dat was toen ook. Maar ik wilde die gereedschappen tekenen en, en dan met hele makkelijke ingaves. Eh, bijvoorbeeld ik geef een diameter op, ik geef een hoogte op en, en wat zit er dan aan, aan toetsen en op. Nou dat kon ik dan met een nummeriekje ingaven en dat was eigenlijk mijn bedoeling dat eigenlijk, het bedrijf waar ik toen werkte, iedereen dan mee kon werken. En op een gegeven moment ben ik uitgenodigd zelfs in Duitsland, want die tekeningen die uiteindelijk toen wel gegenereerd werden, die waren zo goed. Ik werd uitgenodigd in, in, in Duitsland, we waren op een beurs en toen zei ze van hé, die, 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 wie maakt die tekeningen? Ja, dat is hij. Nou, dus ik werd dan naar, naar, naar mij gewezen en nou ja, die tekeningen zijn zo goed en zijn zo goed voor maatvoerig en noem maar op. Die zijn super als we ze krijgen. Maar wij missen iets: de data. Ik zeg nou, wat moet je dan hebben? Nou ah, goed, en met een lijst. Ik zeg ja, dat is makkelijk. Ik zeg, want als ik, als ik die tekening heb, dan heb ik in feite ook de data. Alleen moet ik ze nou eh, iets anders vertalen. Want jullie moeten de data kunnen gebruiken. Daar is ook de crea creativiteit ontstaan. Ja, want in die tijd, eventjes als mensen even erover teruggaan, in 1988 had eigenlijk niemand, bijna niemand, een computer. Nee. Dus daar wil, dat, hè, maar nu denken mensen, ja, computer is niks bijzonders. Maar ik weet dan ook bij me thuis, toen mijn vader de eerste computer kocht. dat was ook een van de eerste, volgens mij ook rond die koers. En ja. MSX was dat toen nog. Ja, ja. En de, 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 dus er is wel even een. Ja, ik heb nog met die kleine voorbeeld. Ik heb het zelfs nog met, met die 5,5 was dat toen, met die, met die uh, zwabberende. De disketten, zou ik maar zeggen, Want ik, ik, ik weet de benaming al niet meer. Deze je was de tijd goed vooruit, wil ik zeggen. Ja, zeker. Ja, ik wilde wel altijd het nieuws van het nieuws hebben. Dat, dat is wel altijd mijn drijf geweest. Om, ja, Ik wilde gewoon mee met de tijd. Dus je hebt een creatieve geest. Dat weet ik 100% zeker. Mijn gedachten zitten al hier. En die weten nu al. Ja, dat is heel gek om te zeggen van jezelf, maar ik weet nu al hier wat ik over een minuut wil zeggen. Bij wijze van spreken. Dat is. Ja, voor sommige mensen is dat moeilijk en dat is ook voor mezelf ook wel moeilijk. En misschien komt er nou ook alweer door dit filmpje wat we nu opnemen. Ik ga heel vlug praten. Ik moet rustiger worden. Kijk, en dan kan ik dat loslaten. Ja, is het ook een beetje dat puppygedrag, het kwispelen? Dat je, dat, jij, <laughs> jij, 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 jij bent uh, <laughs> wel iemand die geniet. Dus ja. door het kwispelen komt de creativiteit. Ja, dat, 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 dat is ook wel zeker. Even voor ja, dat is klopt. Om dan terug te gaan over zeg maar, het na het Verrans gebeuren. en dus, dat, dat ik dus op Telegram kwam. Uh, toen ben ik Ewar Anon gaan kijken. en dat ging dan over de platte aarde. En uh, ja goed, dat, toen, uh, toen zette ik dat op. Uh, en in het begin, de eerste tien minuten al. zat ik voor de, voor de tv. omdat ik had toen. Uh, hoe noem ze dat? Van de telefoon naar, uh, naar de tv zetten. streamen. streamen, ja. Nou, toen zat. Uh, mijn vrouw kwam met: Oh, kom eens, het, Kom eens kijken. Ja, dat kan toch niet? Toen zagen we al van: ah, dat kan toch niet? Nou, en op een gegeven moment, ja, ze steeds verder tot die, die film. Ja, zal dat nou echt? Ja, uiteindelijk was het echt, het begon die film met dat wij in, in 1820, 1840 eigenlijk pas weer de wereld ging bevolken. Ging met een Ewaranon gezegd. Ja, en ...de wereld gingen bevolken? Ja. Hoe, hoe bedoel je dat? Londen was leeg. Uh, in, in Australië werd er iets, ge, iets getoond, zeg maar, Sydney getoond. En dat liep toen vol met mensen. Toen kwamen pas weer de mensen aan. Met kar en, 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 en paard en wagen kwamen de mensen aan. Maar hoezo was Londen leeg? Het was helemaal leeg, er waren geen mensen. En dus er werden foto's gemaakt... En dat vond ik sowieso al magnifiek. Hoe kon er iemand foto's maken in 1820? Terwijl de fotocamera nog niet uitgevonden was. Maar dat was heel gek. Maar goed, en, en later kwamen dus de foto's tevoorschijn. Waar dus mensen op te zien waren. Maar er waren mensen met paarden en wagen. En, en eigenlijk heel primitief. Ja, de mensen primitief. Daar hebben wij ook nog wel mee gemaakt. Of Af en toe, je kent je opa en, en zo nog wel, denk ik. Kijk, het, ik denk 50 jaar geleden was het ook nog veel primitiever als nu. Want het gaat nu natuurlijk wel allemaal in de stroomverstelling. Het gaat steeds sneller, sneller, sneller. Het gaat veel te snel. Hè? Ja, ja. Het is ook niet meer bij te houden. Maar ook die tijd. Maar wij hebben dat gelukkig nog wel op ons netwerk staan. Wat toen was het gebeurd. En het is alleen nog maar. Toen was het eigenlijk al heel snel. Voor die mensen was het al snel. Maar. Ja, het, is, het is alleen maar sneller geworden. Toen ik die film van e Ewaranon heb gezien. Dat er dus... e Ewaranon is dat? E Ewaranon. Ewaranon, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Er is een, een, ook een, een, op Telegram een, een, een site van. Dus die kan ook iedereen volgen. En uh, die heeft echt heel mooi onderzoek gedaan. Ook over hoe. Uh, van de platte aarde. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen op de platte aarde. En hoe heeft hij dat ontdekt? Nou ja, door. De maan goed te gaan bestuderen. Ja, daar, daar moet ieder man voor zichzelf even gaan bekijken. Maar dan komen je er wel achter dat het gewoon niet klopt dat wij ooit wijs zijn gemaakt dat er ronde de aarde is. Waarom is ons daar wijs gemaakt volgens jou? <tus> Om ons gevangen te houden. Kijk, de noodzaak van de mens, ja, die kan, als je op een bol ligt, dan, dan kan hij nergens van. van ja, ik ben op een bol en ik, ja, ik heb geen raket en ik kan nergens doen, dus er is geen noodzaak. Als de mensen hadden geweten dat er ergens een hek is, kan ze over het hek kijken. En dat hek, dat was in die beleving van die bol, was er geen hek. Dus, de mensen ja, die vonden het wel best, die bleven gewoon op de plek zitten waar ze zaten. Dus ja, er was geen noodzaak. Maar nu weten wij nou, die ijzerring die dan om ons heen is, ja, daar kennen we overheen. En wat is er achter die ijzerring? Ja, dat gaat binnenkort gebeuren, dat, dat, dat wil ik eigenlijk 100% zeggen Daar gaan wij naartoe. Om eventjes de link te leggen met vroeger, dat je al een voorloper was met de computer, dat heel veel mensen er niet meer weten, dus dat je een sterke visie hebt van daar, daar gaat het naartoe. Die, die kan ik misschien ook wel doortrekken, want mensen die bijvoorbeeld geloven nog dat we op een bol leven, die denken ineens is gek. En iedere kan, kan eigenlijk, als je, als je goed naar de natuur kijkt, en goed naar buiten kijken, ja, dat kunnen we eigenlijk al ontdekken tot we in ieder geval niet op een bol leven. Eh, als we de, de zon door de bolken zien schijnen en de stralen die vallen eh, een beetje schuin. Maar als die zon, en dan kijk je nog naar de wolk en dan komen die stralen daar. Dan kan die zon nooit zoveel miljoen kilometer ver staan, dat kan niet. 150 miljoen kilometer zeggen ze. Precies, nou dat kan niet. Want die, die zon die staat maar net boven de wolk en ik moet zeggen dat is voor mij op dit moment ook nog een mysterie van hoe kan die zon daar en hoe kan die maan daar zo dichtbij staan. Daar is ook niet, nog niet alles over gezegd en daar zijn we met z'n allen aan het onderzoeken en dat doen we met Steven, met Frans Hestlinga dat is een echt een voorloper. Ja, er zijn wat meer mensen die daar in onderzoek zijn en wij komen steeds dichter bij de waarheid hoor. En we krijgen natuurlijk, nou door die telegram, dat vind ik wel heel erg mooi, we worden wel meer, meer, meer wijzer. Ik praat gewoon alleen maar voor mezelf, ik kan voor niemand anders praten. En ik ben ook een richting in ik denk nou, het moet eigenlijk die richting. En ik ga heel veel, moet ik zeggen, op de eerste film van die Ewar Anon, ga ik echt heel veel af. En uh, ik, we hebben al verschillende keren bij, bij Frans Hesselingen gezeten. En dan krijgen we ook weer een, een beetje een ander verhaal. En ik hoor van die ook weer een ander verhaal. En ik heb pas gelezen, dat was maar eergisteren, kreeg ik weer iets binnen. En daar strook weer helemaal met, met mijn verhaal. Tell me your name: Ruth Heath. Ruth, and how oud are you today? 102. 102, so you were born in. in 1918. 1918. And um, we were just talking, and I asked you, what what shape the Earth is, and what did you say? What were you taught in school when I in elementary school? I was taught school? in school that the Earth was what? Where did you go to school, Ele elementary school? I went to Glen school, school in Hamden, Connecticut. So, how does it make you feel to realize that you were right as a oh. kid? It makes me feel better. It, it does make you feel better, right? It makes me feel alive. My whole, oh my God, that is so true. My whole life, I believe, you know, what I was taught. That's and then right. when I discovered the flat earth. You feel better you, about it. Because we are the center of creation. That's right. We are important. That's right. We are here. We are God's children. And then all the problems that are happening in this world today. I'll give you some good news. A lot of the problems that they report on the news aren't even real. That's right. <laughs> that's right. They're just keeping us in fear. Up. That's right. That's right. <laughs> uh, oh, that's right. I understand that. I understand. They just say what they want people to know. That we never went to the moon, that that was all fake. Is that right? That's correct. I saw that whole happening. Yeah, so did I and we all believed it, but that was just to reinforce that people to believe they can live on a ball. They could walk on a ball. Uh, it's such a lie. It's such a lie. But knowing the lie is like knowing going to a magic I, show. I woke up. Yes. That's what we call it. We call it red. This is this is your moment of waking up. Ooh. It's when you go to a, see a magician and you know how the tricks are done, and the magic no longer works on you and you're free from the illusion. So knowing this is gonna it free makes your me heart. Cry. Yeah, it's okay. It makes me cry. Happiness. Yes. Tears of yes. joy. Yes. Alright, you All right, give me a hug. Here no. we go. No. 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 All right. Thank you. Ik krijg wel steeds bewijzen van goh, dat verhaal is dan toch. Ja, de, het gaat steeds meer op mijn verhaal lijken. Ja, dat de aarde plat is, bedoel je? Dat, dat de aarde plat is, dat, dat, is, dat is klip en klaar. Daar praat ik eigenlijk al niet over. De aarde is plat. In feite, die die bol geloof, ja, daar is. Voor sommige mensen ga je misschien ooit de vlucht daarin, zeg ja, maar. Dat, dat ja. wil ik alleen maar aangeven. Ja. Het Suezkanaal, kun je daar dan iets over zeggen? Bijvoorbeeld, hij zegt. Wat, wat, dat... Ja, nou ja, het Suwiskanaal is, is, meen ik. Dan moet ik de kilometers eventjes mag gokken. Want ik... 40 of zo? Nee, 163 geloof ik. 100, of nog langer. 163 kilometer lang. Maar er zit in één sluis in. Helemaal niks. Dus er zit geen uh, hoogteverschil in het water in. En water is altijd vlak. bij hebben waterpas is vlak. En uh, ja. Dat een piloot, je hebt een NDA ondertekend en er is een Disclosure van Non-Agreement of zoiets. Daar zijn ze niet over mogen praten. Precies, daar mogen ze niet over praten. Een roepsgeheim. Precies, ja kijk. op dat moment hè, dat iemand een geheim moet ondertekenen, ja, dan, dan klopt er iets niet. Ja, die automatische piloot staat toch ook ingesteld dat je op een vlakke aarde of zo zit zo? Tot? De meters die tonen dat je altijd op een vlakke aarde... En het gekken is dat er heel veel mensen en zelfs piloten, eigenlijk dat allemaal zo klakkeloos maar dat hebben we allemaal zo geleerd. We zijn cognitief en we hebben leren het verkeer en we dragen het verkeerde eigenlijk uit. Dat geven we ook weer door naar de toekomst. Als wij hadden geleerd vroeger tot 2 plus 2 5 was, had nou iedereen gezegd 2 plus 2 is 5. Zo simpel is het. We geven het verkeer door. Nou, en dat is ook met die piloten, uh, er is laatst wel een Nederlandse piloot, die werd uh, eigenlijk wakker, die zegt, nou, als ik naar nou mijn instrumenten kijk, vlieg ik altijd over een plat vlak heen. Ja, dat mocht ze niet zeggen, want ze werd, <laughs> ze werd meteen ontslagen. Je legt het dan helder uit dat die aarde zeg maar vlak is. Omdat sommige mensen, hè, net als die piloten zien dat. En sommige mensen denken van ja, de aarde draait heel snel rond. En als je dan die kant op vliegt, dan zou je er sneller moeten zijn dan als je de andere kant op vliegt. Dus het is allemaal met boerenverstand te begrijpen. En ja. met jouw boerenverstand heb jij een hele succesvolle onderneming opgericht. Echt. Alleen heel veel mensen die zijn verleerd om hun eigen boerenverstand te gebruiken, want ook met de platte aarde theorie wordt er heel veel nepnieuws verspreid om zo tegen elkaar op te zetten. Dus het is voornamelijk vertrouwen op je eigen intuïtie. Nou ik heb dan toch nog wel, want het valt me nou weer binnen, toch wel nog, nog even een mooi voorbeeld. Als we inderdaad een, een bolle aarde hadden, stel nou dat ik eventjes over de Noordpool ging, ging vliegen, zoals wij hem kennen hebben, hè, van die bolle aarde. Stel toch tot ik aan de andere kant een vlucht ga maken van 12 uur. En ik ben over 6 uur ben ik het hart. En na 6 uur ben ik weer daar. Oké, okay. ik stijg op. Ik ben boven de Noordpool. En ik ga weer zakken. Maar de aarde draait. Dus in die halve dag waar ik het over heb, 12 uur. Want ik zei: 12 uur gaan we vliegen. Is hij. Deze plaats is daar aangekomen. Dus ik ga eroverheen. Ik vertrek uit deze plaats, ik ga er overheen en ik kom weer in dezelfde plaats aan. Dus hoe kan dat? Nou ja, dus dat, dat bolle vooral, uh, aarde vooral, uh, daar valt dat helemaal af. Oude kaarten van 1500, dan moet ik even het uh, jaartal uh, weet ik eigenlijk even niet, maar 1500 nog wat en lag Brazilië tegen Antarctica aan. Ik heb dus kaarten. Waarop je uh, waar kan zien van tot daar Antarctica al tegen Brazilië aanlegt. En uh, dan moet je echt een Ewaranon-aanhanger zijn, dan snap je het verhaal. Waarom dan Brazilië toen de tijd, in 1500, echt tegen Antarctica aanlag. Kaarten moet je eigenlijk altijd, of vertrouwen, die geven altijd iets weer. Dus een kaart ligt niet. Nou, uh, en als, ik, uh, op een gegeven moment, als we die kaart hebben gehad tot die aarde. Zeg maar hier ligt. En uh, dit is uh, dan de, die ijswal. En daar ligt Brazilië zo tegenaan. En wij kennen nou, op dit moment kennen wij tot Brazilië hier ligt en hier ligt die ijswal. Dan is die aarde verschoven. Dat vind ik wel mooi tot ik nou, en dat ga ik uh, bij, de, bij de wat wij doen, uh, dit is altijd uh, met, met, uh, met Steven. Nou, het hak op een tak, vooral. Dus dat, kunnen we, dat is wel fijn. Maar het hak op tak, we kunnen alles zeggen. Hè? We kunnen van links naar rechts naar onder naar boven, dat maakt allemaal niet uit. Nou, het is ook, ook zo gegroeid. Uit hobby ontstaan, uit passie, uit uh, ja, creativiteit. Ja, Steven heeft me al een keer uitgenodigd om, om, om dat te doen. We kwamen erachter op Telegram dat we eigenlijk dezelfde interesses hadden. Toen zei Steven: Nou, ik maak ook die filmpjes. Ja, ik had ze een paar keer gezien met Steven. Ik zei: Nou, dat is goed, dat doe ik wel een keer mee. Ja, de eerste keer dan ben je nog wel zenuwachtig. Maar, wel. maar ik was al, uh, binnen twee minuten uh, was ik al van die zenuwen spreken. En, uh, ja, ik doe net over uh, nou, staan die hier ook aan, ja. maar ik zie ze nog niet in die zaal. Kamer? Ja. Oh, ja, ja. <laughs> dat bedoel ik wel, dat bedoel ik wel. Nee, we ja. pra we ja. praten gewoon van, van hart tot hart. Want voor sommigen is, gaan dingen misschien snel, maar is het ook zo dat jij zo bent. Dat, jij, dat jou, je, je bent heel creatief en daar ben je altijd gebleven. Het kind in jezelf ontdekken. Ja, ja. Dat, je zo, dat je je eigen nergens aan hecht. Dus dat je jezelf continu vragen stelt en denkt: Oh, klopt dat wel? Want iemand die in, bijvoorbeeld in de ronde aarde gelooft, daar kun je haast niet loslaten als jij in die matrix zo bent opgevoed ja. en vertrouwt op de systemen. Maar jij bent altijd jouw eigen koers gegaan. Ja, nou inderdaad. Ja, dat is ook zo. Dat klopt ook. Want ik heb er zelf ook last van om, de, om de heel veel dingen los te laten. En dat gaat me steeds gemakkelijker af. Maar. Ik kan me voorstellen dat daar voor heel veel mensen Ja, dat is too much. Heb je ooit God gezien? Vraag aan jou. Die zie ik iedere dag. Ja, want jij, nou kijk je naar mij. Ja. Ja, dat bedoel ik. En ik kijk naar jou. Ja, dan zie je jezelf. Nee, maar ik zie, ik zie daar ook God zitten. En ik zie hier ook God. Jij creëert je eigen wereld. En als ik hier mijn eigen vinger knijp, dan voel jij dat niet. Dat voel ik. Dus dat is mijn wereld. Uh, als ik nou daar over straat loop, dan, dan zitten jullie hier maar te zitten. En dan zien jullie mij niet, maar ik ben wel daar. En dat is mijn wereld op dat moment. Dus ik heb mijn eigen... Alles wat er gebeurt, een ieder heeft zijn eigen wereld. En we zijn allemaal God. Dat is wel mooi dat je het zo zegt, ja. Nee, maar... Ja, eh, nou, ik uh, voel wat jij bedoelt. Ieder, en ieder heeft zijn plekje en... Daar eh, heb je ook je angsten in, waar we dan eh, nu in leven. Maar angsten wordt natuurlijk ook veel al eh, aangepraat en ja, er zijn altijd mensen die je willen overheersen. Maar uh, jij bent je eigen, eigen God, om het zo maar te zeggen, want dat is gewoon zo. Je, god zit in jou, God is jouw ziel en ja, ik, ik snap eigenlijk niet waarom ik dit, dit nou zeg, want drie jaar geleden, of ja, drie jaar geleden nog, nog wat korter, ik was bijna een atheïst. Ik geloofde er niet in. Er was maar één waar, één waar ik in geloofde: dat was in mezelf. Ik heb altijd in mezelf geloofd. En het komt altijd goed. Elke tegenslag die ik had. Nou ja, de, eigenlijk was ik er bijna blij mee. Want ik weet, ik weet van mezelf: ah, je hebt een tegenslag, maar je komt anders sterker uit. Dat wist ik gewoon. Dus diep van binnen wist je het wel. Ik heb altijd geloven in mezelf gehad, maar nu weet ik ook van: ja, in feite zijn wij eigenlijk allemaal, allemaal god. Jouw vrouw, ja. zij is heel mooi dus straks, ja. Astrid, die zei van het, het gaat vooral om het spreken want, en dan draag je het uit. En jij hebt jouzelf wakker geprikt. Ja, misschien wel. Ja, ja, Op ja. een gezonde manier. Ja, 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 maar goed, kijk, wat dat betreft ben ik wel ondernemend en ik ben overal naartoe geweest. Ik ben ook naar de demonstraties geweest en ja, ik heb eigenlijk de pech gehad en misschien ook wel mijn geluk dat ik een keer van het dak afgedonden ben. En ja, met, met ja, 13 brokken ribben. Toen heb ik wel uh, twee weken, of, of twee, vier weken eigenlijk. Vier weken, eigenlijk. Poeh, ik kon eigenlijk niet echt veel, hè? Want ja, je, als je maar beweegt, dan, uh, dan piep je wel. Maar uh, ik kon wel mooi op Telegram kijken en ik kon mooi, mooi uh, studeren. En ik kon mijn, mijn hoofd ook zeg maar, van de pijn afzetten door dingen te gaan bekijken. En ook ja, misschien intenser gaan bekijken als, als dat ik nu ben. Ben je stilgezet? Nee, nee, zeker niet stilgezet. Nee, 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 nee. Om meer te gaan zien misschien, dat je, dat je even in de rust mocht en dan... Ik mocht, ja. Ja, dat, dat wel. Als je dat bedoelt, dan, dan is het dat wel. Want ik ben, ben eigenlijk best een druk persoon. Ja, alhoewel, dat als ik dan daar zit, en ik moet iets maken, ja, dan zit ik er helemaal in en dan hoor ik of zie ik niks, want ik zie alleen maar waar ik mee bezig ben. Die doodles die ik maak, en dat, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk berichtjes, die, die, die teksten die dan uh, lopend zijn. Ik, je kan daar poppetjes bij zetten. Ik heb op een gegeven moment, uh, ja, ik zag dat uh, programma ergens op, uh, op YouTube geloof ik. Ik denk, hé, hey, dat is een mooi programma. Dan kan ik toch wel mijn boodschap uitdragen. En uh, kan ik misschien ook zakelijk gebruiken. Dus ik heb het gewoon zakelijk gekocht. En daar mee, mee gaan spelen. En op een gegeven moment uh, ja, kon ik mijn boodschappen daarmee uitdragen. En als ik ze dan. Uh, ik heb misschien wel honderd, ja, misschien wel meer gemaakt. Maar en dan kijk ik wel eens oude, uh, oude dingetjes terug. En dan, dan kijk ik ze terug en denk ja, goh, heb ik dat nog wel ooit gemaakt? Dan sta ik van mezelf te kijken van, hoe kan ik het ooit gemaakt hebben? En wat zie je dan als je dan die stappen ziet? Wat bedoel je eigenlijk met die, met die stappen zien? Ja, zie je dan een bewustzijnsgroei bij jezelf? Dat je ziet van, omdat je dat nu ziet van, oh, hoe kan ik dat ooit gemaakt hebben? Toen stond je op bewijs van achter en nu denk je, oh, dat zou ik nu anders maken. Nee, nee, dat zou ik niet anders maken. Nee, dat zou ik niet anders maken. Ik, ik denk dat ik het, ik, dan heb ik het al, al het wel goed gedaan. Want, maar ik verbaas me dan uh, soms over, want, goh, ja, die vent, die weet het eigenlijk wel. Want dat, dat zou ik nu weer doen. Ja, dus, ja. Maar dan zijn ze dan al een paar jaar oud, En dus ik heb het wel altijd, altijd gehad, heel onbewust, hè, want toen wist ik het gewoon niet. Ja, wist ik het niet, ik, ik wist ook in, in deze, in deze uh, tijd waar. Maar aan de andere kant is het wel, wel weer een hele fijne tijd. Want ja, ik denk dat ieder, en zeker iemand die, 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 die nou kijkt, die zal eh, daar zeker kunnen ah, aan dat ze uh, de vriendengroep uh, verlegd hebben. Ik, die, die, ik heb nou veel meer vrienden teruggekregen, maar die, het begrip is ook veel groter geworden. Het, de vriendengroep was eerst misschien te oppervlakkig. Van, oh, we pakken een uh, glaasje bier, uh, oh jongens, Kent hem wel. maar nou is het. Ja, meer diepgang. we kunnen er nou ergens over hebben? Ja, goed, en dan nou vind ik het wel heel mooi als ik daar inderdaad ook iets van weet. Ja. Ja, ja nou ja, zeker over die platte aarde verhaal. Nou ja, goed, dan ben ik echt, echt ingedoken om maar even me mee te maken met, de, met die val Want toen kreeg hij vier weken de tijd om daar twaalf uh, uur per dag, bij wijze van spreken, in te duiken. Van nou, hey, hoe zit dit? En hoe... Nou, dus ik ging heel internet afbeuren van... Ik wilde gewoon weten hoe het zat. En ik probeerde later ook uit te dragen. En daar is eigenlijk verkeerd geweest, moet ik zeggen. Want ik heb eigenlijk. Ja, net wat je zegt. Ga maar tegen iemand zeggen die altijd in die bol heeft geloofd. Hé, hey, ja, nou nee, joh donder op. pas, ja. En ja, zo was ik eigenlijk wel. Ik wilde, ik al, ik wilde het veel te vlug. Op een gegeven moment die je door de illusie heen te prikken, zeg maar. Ja. Maar heb je bijvoorbeeld een mooie doodli die we eventueel hier bij wijze van tussen kunnen zetten, of zo? Misschien? Oh ja, dit zal ik zeggen. Hij je zegt, oh, dat is misschien een mooie doodli. Dan, dan, uh, dan starten we hierna een doodli in. Denk tot God. Als we dan net over God praten, die, 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 die maakt geen fouten. Die, daar, daar ben ik echt van overtuigd. Alles wat er hier op de wereld gebeurt, dat is allemaal gecreëerd door, de, door de mensen. We weten al dat we het weer kunnen beïnvloeden, de stormen, de, 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 de aardbevingen, dat is allemaal gecreëerd. Maar leg dan maar iemand, iemand uit, als jij daar zo mee komt, dan denk je van nou, man. Ja, ja, Nu.nl zegt iets anders. Op mijn app, op mijn telefoon. Nu.nl die zegt gewoon. Uh... <laughs> of de NOS die. Uh... Ja, ja. Ja, ja, precies. precies. Ja, het, 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 het leugenfabriek. Ja, dat, dat, dat snap ik. We weten nu, tenminste, we komen steeds meer te weten, dat het altijd 180 graden anders is dan wat er gezegd wordt. De, de media en waar die in getraind zijn. Ja, ik heb ook het Tavistock boek gekocht. En dat was overigens wel helemaal in het Engels, maar ik heb het niet helemaal gelezen. Daar moet ik ook wel bij, zeg maar, wel, wel passages daaruit. En dat is eigenlijk het liegboek. Hoe leer ik liegen? En ik moet, als ik dus daarin mee wil gaan, zeg maar, het Rutte en Den Haag verhaal. Die hebben allemaal een, een, een Tavistock-opleiding. Eh, die zitten in Minerva, heb ze op de school gezeten. En nou goed, en die dragen allemaal die, dat Tavistock-gebeuren uit. En dat is een instituut, dat is een, zat ergens in Londen. En daar leren ze liggen. Daar leren ze 180 graden het om te draaien. En Rutte licht dat het gedrukt zat. Maar die kan ook, die 180 graden, die heeft je al in zich. Die kan dan meteen, wop, je hoeft daar helemaal niet over na te denken. Omdat ja. het 180 graden is. Nee, die, die draagt daar gewoon al uit. En die draagt er met zoveel uitstraling uit. dat die eigenlijk de hele massa. ja, die maakt helemaal, helemaal gek. Ja, gaslighting en onderhypnose houden. En, uh... Precies, ja, precies, ja, ja. precies, precies. Je kunt eigenlijk niet geloven dat dat gebeurt. Dat is, dat is ook lastig. Het is onze minister-president. Tenminste, ja, dat is ons wijsgemaakt. En daar, ze hebben heel veel in geloofd. En nou nog, ja goed. Uh, die man die vertelt ons de waarheid. Die man, die moeten wij geloven. Ja. Maar wij weten nu inmiddels wel dat het 180 graden anders is als we over stikstof beginnen. Ja jongens, waar zijn wij zonder stikstof? Ja. De naam stikstof is nog niet goed. <laughs> Boom, en zo, die kan ervan groeien. Dat bedoel ik maar. Ja, heb je een slecht grasveld, gooi maar stikstof op, dan weet iedere boer. Nou, dan heb je een groen grasveld. Ja. In kassen wordt gewoon stikstof gemaakt om de plantjes te laten groeien. Dus, hè, en dan nou krijgen we stikstofpas, of daar willen ze natuurlijk. Dus, Precies, dat klopt helemaal niet. Maar goed, dat draagt uh, Rutte wel uit. Ja, en nu ook, zeg maar, de, de boeren uitkopen. Hè. Als we het dan daarover hebben, die, worden, uh, die krijgen een x-bedrag. Dan zeggen we, nou, we, hebben, we geven 120% van wat het uiteindelijk waard is. Je krijgt van ons uh, 1,2 miljoen. Nou, die boer blijft. Wat je eigenlijk niet in de gaten heeft, dadelijk is ons geld helemaal niks meer waard. Wat heb ik dan? 1,2... Ja, wat ik noem het... Moet je het op de rol hebben of moet je het uh, op stapeltjes hebben? Ik zeg het maar. Ja. Dus in feite, op de rol, dan, wil je, dan kan ik het in de kleine hokje daar gebruiken. snap je wel. Dus zet je de printer aan of... Precies, precies. Ja, nou ja, goed. En tot een boer daar dan in te... 1.200.000 krijg je dan aan, aan geld. Maar... Ja, maar je zegt heel veel geld, helemaal niks meer. Ik, ik, we gebruiken natuurlijk nu nog allemaal dat geld. Want dat feud of brieven van 50 of dat brieven van 100, doen we nog alles voor. Het is maar een briefje. Wat doen we voor dat briefje? Want in feite, ja, we zijn allemaal slaven van dat geld. Ja, ja, we houden onszelf in die race. Ja. Maar je bent ook mooie dingen tegengekomen, toch? Want uh, jij bent je eigenlijk nu aan het verdiepen in Victor Schouwberg. Ah ja. Ja, ja, ja. Wil, wil je daar iets over vertellen? Ook door het, het Telegram-verhaal. Ik doe ook vertalingen. Dat, goed, daar heb ik dan een programma voor om daar de vertaling om te zetten. En dat vind ik op een gegeven moment ook wel leuk om te doen. En dan kleine filmpjes doe ik dan vertalen. Dan kunnen andere mensen die de Engelse taal niet mag zijn of de Duitse taal niet mag zijn, nou, die kunnen dan toch zien: hey joh, wat wordt er gezegd? Iemand in Oostenrijk, die is natuurlijk de Duitse taal heel erg mag, maar het was een, een, een Hollandse die daar 30 jaar woont. En die schreef mij op een gegeven moment: ja, ik vind het prachtig wat je dan hebt, maar je bent uh, dat en dat vergeten. Dus twee woorden vergeten. Ik zeg, is dat zo? Nou, dus ik terugkijk en denk je, ja, oh. inderdaad, twee woorden vergeten. Dus ik vul die woorden aan. En sindsdien. Heb ik met dat vrouwtje heel veel contacten. Zij heeft ook heel veel informatie. En op een gegeven moment kwam zij met: Ken jij Victor Schelberger? Nooit aan hoort. ken hem helemaal niet. Nou, ik zal je sturen. Nou, toen stuurde zij wat. En nou, ik had bekeken. En nog een film bekeken. Nog een ik denk: jongen, jongen wat er nou gebeurt. Echte wereld ging op, die stond op, 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 op zijn kop. Wat wel allemaal van, van Nikola Tesla. Ja, die plaats van op een heel hoog voetstuk, wat hij dus allemaal ja, gepresteerd heeft en ja, wat nou allemaal dus uh, geheim is gehouden en als een patent afgenomen en noem maar op wat het allemaal is, dat weten we nog niet. Nikola Tesla, wat kon die? Ja, vrije energie. vrij energie. De hoofdzaak van Nikola Tesla was vrije energie. En die vrije energie, ja, dat is wel een stukje waar wij nu door gevangen worden, omdat wij die vrije energie niet hebben. Wij moeten er nou nog voor betalen. Want zo werkt het systeem nu. Nou ja, dat was eigenlijk niet nodig als we dus de vrije energie hadden. Dus ah, daar was wel heel simplistisch gezegd: we hebben misschien in, in de toekomst nog wel een, een, een soort beloningssysteem. Want we moeten natuurlijk toch nog aan de gang blijven. We moeten toch natuurlijk wel, wel werken. Alhoewel wij wel misschien ons eigen ding kunnen gaan doen. Dus er moet wel ergens een stimulans zijn dadelijk. om toch zeg maar één of twee dagen in de week iets voor de samenleving te doen. Je innerlijke drive. Ja, maar wel wat je leuk vindt om te dan te doen. Nou, ik ga twee dagen werken, maar dan doe ik iets wat ik best leuk vind. Nou, voor de ene is dat uh, timmeren, en voor de ander is dat uh, stratenmaker of weet ik wat. Dat zit ook in de mens. Ja, dus maar zo, zo deed Nikola Tesla dus. Die kon gratis energie opwekken, maar Victor Schouwberg, wat, 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 wat kon die dan zeg maar in het verlengde? Victor Schouwberg was maar een, echt een hele uh, gewone man, ja dat is eigenlijk iedereen uh, wordt zo geboren als gewone man, maar die werd boswachter. En hij liep daar in de bossen en hij heeft heel goed naar de natuur gekeken en naar de waterstromen, want op een gegeven moment, ja, dan komt, de, ja dan komt al het water van de berg af. Nou, en daar heeft hij, hij heeft heel goed gekeken naar de natuur en naar de vissen, en die kwamen toen achter, bij wijze van spreken, een waterstroom. Je kunt wel een waterstroom hebben, maar je krijgt altijd van die kringetjes in het water. En dat fascineerde die Victor, want dat kringetje, op een gegeven moment, dan ben je bij 180 graden, dan gaat dat kringetje tegen de stroom in. En toen ging ik bij mijn lichtje: hoe kan dat nou? Dat water komt daaraan, en toch gaat dat water gaat naar die kant toe. En de forel. Dat is De vissen, dat we weten, en die ons is wijsgemaakt, ja, die springt tegen de stroom in. Nee, die Forel die kijkt heel goed naar die krul in het water, dus naar die, wat we noemen vortex. En die gaat in die buitenrand van die vortex zitten en die wordt al meegezogen. En dan geeft hij een klein beetje kracht en dan springt hij naar een ander vortex. Dat is alles wat hij doet. Dus die kijkt goed. Naar die vortexen. In feite, die vis had echt niet naar boven kunnen zwemmen. als hij die, die vortexen niet heeft. Dat kan hij echt niet. Op die uh, techniek die daar. die Victor. Uh, herkent, En heeft die, uh, ja, die heeft hij meer uh, toegepast. En ook met watervallen. Hoe kan het water zuiver te worden? En, en hoe het water uh, lucht krijgt. Maar ook met die watervallen kwam natuurlijk. het lucht ook in het water. En ook. Dat is en, wat Sjaak bijvoorbeeld doet. Dat is wat Zaken doet. Die maakt ook gebruik van de techniek van Victor Schouberg. Hmm. Die maakt techniek. Ja, in feite wel. En ja, Victor is veel verder gegaan. Uiteindelijk heeft Victor Schouwberger... in de tijd van Hitler, want daar praten we over, want de, hij is net voor 1900 is geboren en hij is in 1958 overleden. En toen was hij, meen ik, net in de 70. Hij heeft in de tijd van Hitler heeft hij ook de. Uh, de vliegende schotel uh, gemaakt, dus een vliegende schotel is dus man-made, dus niks geen vreemde aliens en zo, nee, man gemaakt en die technieken die uh, Victor Schauberger toen opgedaan heeft met dat water, dat heeft hij kunnen vertalen naar uiteindelijk dan. Uh, hij noemde dat een uh, reposiel, meen ik. Repofiel of repoziel. Ik weet de naam maar niet, niet precies eventjes, uit mijn hoofd. Dus het was een soort parapluutje en, en die hadden wapen. In de oorlog praat ik dan eventjes over. Heeft er iets plaatsgevonden? En dan noemen ze het, het, het Wonder van Swainvoort. En wat is het Wonder van Swainvoort? De geallieerden, die wilden toen, uh, destijds in 1943, ze een, een bombardement uitvoeren. Op een lager fabriek. Nou, en toen zijn die, uh, die uh, vliegende schotels, noem ik maar eventjes, die hebben ervoor gezorgd dat uh, de geallieerden ja, afgewimpeld werden. Want ze kwamen, geloof ik, met 400 toestellen, zouden ze dan dat bombardement uit gaan voeren, en er zijn 77. Zijn er neergehaald door die vliegende schuldtjes? Hoeveel dat er dan zijn? Op dat moment dat weet ik eigenlijk niet, maar ze zeggen een stuk of vijf maar. Tegen 400. Hè. Dus uh, pas op, zo wendbaar waren die. En er zijn 121 toestellen. Zijn er weer teruggegaan naar de basis? Die hebben het wel weer teruggehaald, maar die zijn onbruikbaar geworden. Dus dat was een enorm verlies. En misschien is het toch wel dat die oorlog niet is wat het. Wat bij ons verteld is. Het zit altijd anders in elkaar. Ja, veel geregisseerd van beide zijden. En uh, uiteindelijk zijn de machthebbers altijd degenen die uh, succes precies. hebben. Maar die Victor heeft dus die schotels mee ontworpen. Waardoor zijn vrije geest. Er gaat ook weer een heel verhaal aan, aan vooraf. Victor was bezig met die watervallen en zo. En dat ging allemaal zo goed. En hij moest, uh, moest hout vanaf de berg uh, moest getransporteerd worden. En dan had hij dat zo'n vernuftig systeem gemaakt. Hij wist precies hoe een waterval zich gedraagt, en een klein voorbeeldje is als je met een gietertje over je voorruit van je auto giet, dan gaat dat straaltje nooit recht, rechtstandig naar beneden, dat doet altijd dit, en dat noemen ze meanderen. En uit dat meanderen daar kon hij ook weer zoveel kracht uithalen, ook stroom, ook weer vrije energie, dat was Hitler op een gegeven moment opgevallen. In 1939 ging Hitler. Want eh, Oostenrijk was in 1934, meen ik al, ingelijfd door eh, Duitsland. Eh, vrijwillig overigens. Dus Victor Schauberger was toen Duitser. Hitler zou een half uur met Schauberger gaan praten. De uitkomst was dat Hitler pas na elf uur wegging bij Schauberger. Dus die Schauberger had wel zo'n verhaal dat Hitler zelf helemaal. Eh, maar goed, Hitler zei van nou, ik zorg wel dat je bij een man komt. En was dan bij Heinrich Himmler. Ja, een kwajere is er niet. Maar goed, daar kwam weer dan bij. Maar uh, Victor, die moest een beetje afgeschermd worden van de buitenwereld. Want Victor had een beetje andere ideeën als wat eigenlijk bekend mocht worden. Dus dat mocht eigenlijk niet bekend worden. Maar ze wilden wel de kennis hebben, natuurlijk. Hè. Die, die Duitsers, die Nazi's, die wilden wel de kennis hebben. Nou. Uh, hij werd te werk gesteld en hij kreeg 30 mensen uh, bij zich. En toen zei Victor jouwberg op een gegeven moment tegen uh, Heinrich, van uh, Heinrich... Uh, ...ja, wij kunnen zo niet werken, want al die 30 mensen, als die leven in die angst... ...die hebben de creatieve geest niet en noem maar op, uh, wij, wij kunnen zo niet arbeiden. Nou, en toen heeft hij Heinrich uh, Himmler dan uh, hun in, in een aparte ruimte gezet... ...waar ze dan iets meer vrijheid kregen en zo, dus... En toen kwam daar iets uit. En uiteindelijk is daar, denk ik, de Vriende uh, geproduceerd. En ja, later, ik, we hebben daar, ik heb daar wel filmpjes van, maar toen was je al in Amerika. Dus deze, op een gegeven moment de operatie Paperclip is er geweest. Dat al de, de nazi's eigenlijk uh, uh, naar Amerika en Argentinië, al, ja. Argentinië uh, Chili en noem maar op. daar gingen al die gastjes ertoe, uh, die al iets op de geweten hadden. Die zijn daar naartoe gegaan. Maar Victor Schauwberg, die bleef wel gewoon in, in, in Oostenrijk dan. Want ja, hij was Oostenrijk, maar goed, Duitsland. Oostenrijk. Die is op een gegeven moment toch, toch wel in, in, in Amerika terechtgekomen. En daar, daar ze, heeft hij ook zo'n ding gebouwd. En daar is een veel van dat hij onder een soort paraplu stapte, die dan, Maar hij kon niet goed Engels. En toen hebben ze hem op een gegeven moment iets laten ondertekenen. En toen hebben ze iets laten ondertekenen. en... Toen kwam hij weer thuis, toen kwam hij erachter dat hij al zijn patenten kwijt was. Want hij heeft daar afstand gedaan van zijn, zijn patenten. En daar is nu, eh, met de huidige eh, vliegtuigindustrie, hebben ze een motor ontwikkeld eh, die eh, geen energie eh, die kan dus energieloos draaien al. Maar wat doet die, die motor? We hebben geen stuwkracht, nee. We worden in het vacuüm getrokken. Dus die motor creëert voor uh, de ruimte voor die voor die motor is, een vacuüm. En die motor wordt dan naar het vacuüm getrokken. Dus vlie het vliegtuig vliegt altijd naar het vacuüm toe. En daar, heet in feite, wij ze zeggen tot stuwkracht. is, nee, maar het is geen stuwkracht, Hij wordt gewoon aangetrokken door dat vacuüm. Dus een vliegtuig die in de lucht vliegt verbruikt dan? Niks. Alleen met opstijgen en landen? Ja. Hij creëert dan dat vacuüm voor die motor. Ja, en dat is een ingewikkeld procedé, ja, Daar zijn we wel filmpjes over, maar zo technisch onderlegd ben ik dan niet. We hebben alleen maar brandstof nodig om op te stijgen en te dalen. En daar hebben de brandstoffen schijnbaar voor nodig. Maar je zou dat toch al kunnen zien? Ja, ja. Heb ik had van mijn vader met brandstof wat in een vliegtuig gepompt wordt. Er wordt opgegeven dat een vliegtuig zo hard vliegt en dan verbruikt hij zoveel. Ja, dat dus was een neus, want dan gaan er. Uh, 18 tankwagens gaan er in een vliegtuig. En dan moet jij 8 uur voor tanken voordat je dat vliegtuig vult. Nou, er wordt maar getankt en uh, dan staat het vliegtuig drie keer stil en dan gaat het door je het lucht in. Hoe kan er uh, dan zoveel brandstof inkomen? En al die brandstof in die dunne vleugeltjes, want een vliegtuig bestaat uit aluminium. Als je daar met, met vuiskracht al opslaat, sla je een deuk in. Want uh, het is niks. Dus daar zit totaal geen kracht in. En in zo'n vleugel, daar is een stangenwerk, noem maar op, want ja, natuurlijk, die kleppen moeten allemaal bestuurd worden en zo. Daar kan geen niks in opgeslagen worden. Er is gewoon geen ruimte voor. En om het nou in het vliegtuig te doen, dat is ook alweer een wassenneus. Want dat kan gewoon helemaal niet. Er is zoveel draagkracht aan van nodig. Er zou nooit een vliegtuig van de grond af komen met 20 eh, van die tankwagens in Bevolvaar. Ja, Komt de vliegtuig echt niet van de grond af. Maar ja, dat wordt ons wel allemaal wijs gemaakt. Dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want het mooie is, als ik het zeg maar samenvat, die Victor Schouwberg kon heel goed werken omdat hij, dat hij op een gegeven moment vrij mocht zijn. Maar toen hij in bewijs van gevangen werd gezet. Toen werd zijn creatieve geest, onder, geest, geest ondermijnd ja. of de gevangen gezet. Ja. Dus kon hij niks meer. Nee. Gebeurt er nu met de mensheid ook niet dat, dat heel veel mensen gevangen worden gezet, waardoor ze. De... Idem, ja. Nee, dat, 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 dat klopt wel. Ja, dat klopt wel. En jij bent zo'n eigenwijze donderbewijs, want je denkt, ja, maar ik laat mij niet gevangen zetten. Dus je, je, je blijft vrij en daarover ja. nadenken. Ja, ja, ja. Dat had ik een half jaar geleden, of drie, of drie maanden geleden, echt nog niet. Maar dat heb ik maar pas. En dan zeg ik, van nou wil je God zien? Nou, hier zit hij. Nou, en wil je God zien? Dan nou, kijk ik naar jou en dan zit, zit daar God. Maar dat we allemaal God zijn, dat... Ja, dat... Is daar een uitdruksel, een voorvoedsel van? Ja, het stroomt door ons heen, het stroomt. Ja, precies, precies. Ja, ja. Kijk, en iedereen, iedereen doet daar zijn ding in. En we zijn allemaal uh, goden om het zo te zeggen. Ja. maar dan heb ik nog een vraagje over de ufo's. Hoe, hoe zie je dan de ufo's uh, dat, dat ze van buiten de dom komen? Of hoe, uh, hoe zie jij dat? Ja, Natuurlijk, we hebben zo geen bewijs, maar ik ben benieuwd hoe jouw kijker op is. Nou ja, uh, we hebben inderdaad geen bewijs. Maar er, er komen wel steeds meer uh, plaatjes. Er zijn mensen buiten de dom geweest. Uh, een heel ja, boven of? Nee, gewoon bu 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 buiten ons, ons aardse gebeuren. Dat, dus we hebben dan die wereld waar ik net over praat. En volgens, volgens mij dan hè, zit er over de hele wereld die doom in. Die doom is over de hele wereld. Niet alleen over uh, ons aardse, misschien wel, maar dat weet ik niet precies. Maar misschien is hier een doom. En ook over de wereld ook een doom. Maar ik denk dat over de hele wereld een doom zit. En over ons aard wij bewegen als aarde bewegen wij over die wereld heen. Dat denk ik dan. Maar een heel mooi het wordt ons altijd getoond, hè? Er word, wordt er gezegd en ik, ik denk dat daar wel een waarheid in zit. En dan hebben we het over de Truman Show. En wat zien we bij de Truman Show? We zien die uh, Jim Carrey die op een gegeven moment in een, uh, een zeilbootje en die vaart dan tegen de ijswal aan. Ja, ja, des te wel. Ja, ja, het is ja, een Ja, het is een witte muur. En, maar daar moet dan de ijsbal voorstellen. Want hij, hij wil ontsnappen uit zijn wereld. Maar goed, en dat willen wij ook. Wij varen ook tegen Antarctica aan. Dus maar dan gaat hij een trappetje op. En hij vindt een deur. En doet, uiteindelijk doet hij een keer de deur open. En hij stapt inderdaad uit de wereld waar hij in zat. Dus ik denk. Het wordt ons getoond in het volle zicht. Dat moeten wij ook kunnen. Dus als wij op Antarctica zijn, dan kunnen wij eh, wel door de koepel heen. Want de koepel is, eh, en hij heeft Frans uitgelegd. En dat denk ik wel tot eh, dat daar een, een, een kern van waarheid in zit. Dat de koepel eh, le een levitage heeft. Je weet wel wat ja. Mm -hmm. Want de, de sterren. Zijn tegen de koepel aangeplakt, om het zo maar te zeggen. Dat zijn de, ja, dat, de sterren zijn allemaal maar uh, frequenties. Wij zijn ook mag magnetisme. Jij bestaat omdat je magnetisme bent. Ik ben, ja, anders zou ik niet bestaan. Wij zijn allemaal magnetisme, we zijn allemaal frequenties. En, en zo is ook het, 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 het firmament met alles wat daarin hangt, zijn ook allemaal frequenties. Maar in ieder geval de, de, de koppel. En dan zei ik net van: die draait. Hij draait altijd nog een keer tegen de klok in. Als we naar de sterren kijken, dan zien we al jaren zelfs, ja, dat hebben we niet in de gehad. Ik heb tien jaar niet naar de sterren gekeken. En ik, ik ben ook niet zo'n toch, zeg maar hé, hey, daar is die ster, die heb ik tien jaar geleden ook daar gezien. Dan, zo, zo ben ik niet. En, ik, ik weet de, de polster, ja, uh, ik denk dat ik hem nou herken omdat dat de helderste ster is. Ik weet dat de Mayas en zo die houden allemaal rekening met de stand van de sterren, je kunt er heel veel van aflezen. Dat heeft te maken met die levitage en daar is eigenlijk de ruimte die de, de mens heeft om eigenlijk van deze uh, wereld, want ik wou hier zeggen aardbol, want ik, ik betrap mezelf ook nog wel dat ik ook aardbol zeg, maar dat, dat, dat is ons ingebakken. Maar van deze wereld kunnen we dan ontsnappen. doordat het leviteert. en er is een, een kleine ruimte. is, Want zeg maar, dit is de, de, de wereldhand. en hier de, de, de koepel. maar die draait in feite een klein beetje daarboven. Ik weet niet of u ooit. En op YouTube zijn er van die filmpjes. dan maken ze iets koud. dat heeft wel met koud te maken. en dan laten ze een magneet laten ze keihard ronddraaien. Gewoon en die raakt dan niks, die open een schijf en die geeft hem een zetje en brrr, die, die magneet die draait erom. rond. En ik denk dat uh, de, uh, de koepel, het firmament, zoals we dat noemen, ook zo werkt. Maar de aarde is, is een perfecte klok en daar weten we nog echt lang niet het fijne van. En daar zijn we nu natuurlijk met, met alle mensen aan het, aan het onderzoeken. En die komt met die inzichten en die komt met die inzichten. Maar uiteindelijk komen we allemaal bij elkaar en het zal wel een keer toch echt naar het zowellige. Ja, je, je blijft jezelf dus vragen stellen en openstaan ja. voor nieuwe inzichten. Zeker. En zelfs met de Truman Show, er zit dan een deurtje en dat is buiten aards, buiten de aarde, buiten aards. En kennen die, ja. ja. er is een foto van oh nee, Ronald Reagan volgens mij, dat hij in een vliegtuig staat en dan zie je op de achtergrond de platte aarde, zeg maar, hè, en, en, en het symbool van de VN. Is, is ook het raster, zeg maar. Dus... Altijd, ja, klopt. En, en, en de ruimte dan? André Kuipers is toch in de ruimte <laughs> geweest? <laughs> ja, nou, André Kuipers is, is een grote leuke En Bugbe Okkels uh, ook. Uh, en er is nog een Nederlander. Een Nederlander die uh, uh, Amerikaan is geworden. En die, dat was de eerste man in de ruimte. Die, uh, niet echt, hè? Zegt uh, verhaal, altijd, maar niet echt, hè? Nee, maar dat klopt ook. Wij hebben geen ruimte. Want we kunnen niet buiten die koepel. Uh, Elke uh, ding wat afgeschoten uh, uh, geschoten wordt van Cape Canaveral van, uh, ja, van in Amerika, verdwijnt allemaal in de bermuda driehoek Ook dat gebiedje is gedemoniseerd, want dat mogen ook niet komen. Want ja, jongen, let op, hè, want uh, er verdwijnen schepen en dan weet je niet waar je terechtkomt. Maar dat is allemaal angstmakerij. Bangmakerij is het altijd geweest. Kom niet in dat gebied, want er gebeurt je iets. Angst oh, ja. verkoopt, hè? Precies, alles gekomen. Ja. Klopt, klopt. Ja. Maar, ja. maar je hebt wel heel veel dingen gezegd over. wat er zo allemaal gebeurd is. Hoe is jouw wereld veranderd dan de afgelopen jaren? Ik weet hier die van, ik weet daar die van, ik weet daar die van. en dan probeer ik maar een verhaaltje van te maken. Nou, maar inderdaad. geen verzonnen verhaal. Je probeert nee. wel een verhaal te maken dat je denkt van. oh, je probeert te, je probeert te ontrafelen de waarheid ontrafelen. Want ja. die wordt ons niet verteld door de. Nee, een leugen moet je onthouden. Maar de waarheid, die, zit altijd, die, 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 die hoef je niet te onthouden, die, 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 ja, die spuien je gewoon. Ik hoef nooit na te denken, van wat heb ik gedaan? Wat, want ik vertel gewoon de waarheid. En ik moet zeggen, alle mensen die ook dit, dit spul weer gaan kijken... en ook met die zooms die we dan doen met Steven, dan vraag ik wel eens aan het publiek... nou, uh, ik denk dat het dit is, maar als er iemand bij is hier die zegt dat het anders is... Laat hem dan melden, dan kunnen we daar onze inzichten van krijgen. Dus ik vraag ook van de massa om daar allemaal aan mee te denken. En nou hebben wij een groepje, denk ik hoor. Eh, dan hoeven wij het ook helemaal niet over een bolle aarde te hebben. Want iedereen weet wel, ja jongens, dat, eh, dat is passé. En daar is eigenlijk ook wel het probleem, en zeker in het begin, ja, omdat ik het dan snel zag. Ja, dat is ook wel een beetje mijn valkuil geworden om dan te snel de mensen ja, Kijk, waar ik eigenlijk altijd voor gestaan heb, en dat is me in feite ook wel geleerd, en misschien is dat ook wel een beetje cognitief, hoor, dat ik zelf ook cognitief ben, maar ja, ik denk zelf dat de waarheid is, de aardbol is de moeder der leugens. En omdat ze de moeder der leugens... Uh, al verteld hebben, als een kind op school komt, dan komt hij het klaslokaal binnen en dan wordt er een aardbol gepakt. En dan hier, man! En ieder die binnenkomt, nou, oh, een nieuw aardbolletje, ja ook eentje, ja ook eentje. Krijgen allemaal een aardbol mee en dan gaan ze zitten, er wordt een ding op de, op de lessenaart gezet, kijk, en hier zijn wij. Ja. ja, nou goed, dan worden we al geïndoctrineerd. Wordt alleen je hoofd gezet. Precies, we, ja, inderdaad. En daarvoor zeggen het is de moeder des, des leugens. Als, wij de, als iemand de moeder des leugens, dus die aardbal al ontrafeld heeft, dan zijn alle andere leugens makkelijker te begrijpen. Ik moet wel zelf wel zeggen: van nou ja, ik heb dat dan wel verkeerd gedaan. Om te zeggen van, tegen iemand: van nee, let op. Uh, we, uh, platte aarde, ja, dat moet ik eigenlijk niet meteen zeggen. Niet iedereen is zo snel. Nee, Maar jij bent een hele sociale man, zeg maar. Ja. Hè? En wat ik toen ik hier binnenkwam, wat mij mee opviel, was hier die foto van die olifant of de schilderij. Mm -hmm. j, j, jij bent ook zo, een soort olifant, die af en toe misschien als een olifant door de porseleinkast ja. loopt. Om niet in het verkeerde, maar om mensen uh, eigenlijk te helpen. Dat je denkt van, Joh, hè, kom op, zie je het dan. Hè? Dus, want olifanten zijn heel sociaal, heel. Uh, die, die, die willen mensen ja, helpen, ja. elkaar helpen en voor elkaar staan. En je staat ook ergens voor. En je hebt ook een bewijs van een olifantengeheugen, of in ieder geval een visie dat je ergens naartoe wil. Dus uh, ja. ah, dat, is, dat, is, dat is goed gezegd. Ik beweeg me als een, als een olifant soms, ja, dat klopt. En dan stoot ik wel overal tegenaan. En tot, wat die olifant dan niet weet. Maar ja, dat, dat is goed uitgedrukt eigenlijk. ja. ja. Ja, ja, ik vind het wel heel uh, mooi hoe jij, uh, hoe jij vertelt en hoe jullie dat, ja, samen met Astrid, dat jullie samen dit doen. Hè? Want uh, ja. Ja. net als bij mij thuis geldt, er staat een sterke vrouw aan de zijkant uh, Of in ieder geval, die staat achter je. En, ja, en, precies, precies. en, en, en dat is wel heel belangrijk, denk ik. Zeker. Ja. Ja. En, en, en heb jij nog iets dat jij zegt van dat wil ik eigenlijk misschien de mensen meegeven om uh, heb, je, heb je een boodschap? Alles zit in jezelf. Jij, be, jij creëert je eigen wereld. En het is alleen maar jij die bepaalt. En niemand anders. Laat niemand anders jouw wereld bepalen. Jouw angsten creëer je allemaal zelf. Dus uh, ik sta gewoon op. En dan ga ik wat, wat rechter zitten daarmee. En dan zeg ik van: nee, wie zegt maar dat ik ergens bang voor moet zijn. En ik moet iets betalen. Want ze willen mij een, een angst uh, opleggen. Nee hoor. Ik blijf voor mezelf. Kijk, als er iemand komt en die houdt een, een, een brandende pokel tegen mij aan, ja, daar heb ik wel angst van. Natuurlijk heb ik er angst van. Maar dat is ook natuurlijke angst. Maar de angst die ik uit de weg kan gaan, dus uh, die is eigenlijk met het brein. Hè? Met het brein, want die bepaalt eigenlijk de angsten. Nou ja, goed, en die angst, die, die laat ik niet meer toe. Er staat niks boven mij. Stom het ook, en ik tolereer jou, en ik tolereer Koos, en ik tolereer Astrid. Ik tolereer iedereen die normaal doet, maar als ze niet meer normaal doen, dan tolereer ik die niet. Ja. Maar dat ligt wel aan mijzelf. Ik bepaal, ik ben de be bepaalde factor, en jij bent je be bepaalde factor. Ieder is een bepaalde factor. En dan laat je gewoon die angst niet meer toe. Als, als daar wordt gezegd van, hey, uh, ik krijg nog wat van jou en het is ongegrond. Nou goed, ik betaal, oh, ik betaal graag zelfs. Hè. Maar als iemand me zegt, het is ongegrond. Dan zeg ik, ja, jongens, uh, die angst jagen ze mij niet meer aan. Dat is, het, gewoon is, is, is het dan eigenlijk zo van, pak je regie, pak je regie, pak je eigen regie? Helemaal waar. In dat pak je regie, jij bent degene die de muziek maakt. En alleen jij. En er is geen enkele kracht die boven jou en geen enkel papiertje en geen enkele wet. Wat is een wet? Je zegt van, ik er zijn bepaalde de, uh, universele wetten. Daar is niet stelen, niet doden en iemand anders niet kwaad doen. En, uh, maar ze mogen jou ook geen kwaad doen. Nee, dus... precies. Ik doe niemand niet kwaad. Waar je net over had. Nou, als ik mij daar aan houd aan die stelregels, dan ben ik een goed mens. Kijk, dat is het. De, de nieuwe wereld, ja, dit is de nieuwe wereld. Nee. <laughs> ja. Ik denk, wat gebeurt er toch allemaal? Hè? Ja, natuurlijk. Maar weet je wat het is? Het is Astrid, hè, zo is het ook leuk dat je ook even zo in beeld komt, maar het is toch uh, van het moment genieten. En dan gebeuren er dingetjes die onvoorzien zijn, en dan is, maar dan zijn het toch cadeautjes? Ja, hè? Die zijn geen cadeautjes, ja, 100%. Ja, hij straalde al, maar nu straalt hij nog weer. Ja, hè? Ja, fantastisch ja, is dit. Ja, mooi. Echt wel heel mooi, kom maar. Dat is van de hak op de tak. Ja, precies. Maar die hoort erbij. Maar we zijn toch klaar of niet, toch? Ja, ja, natuurlijk ja. ja denk maar, ik. Mag ik jou knuffel geven, Nee. Ja, natuurlijk. Hè? natuurlijk ik, hey. dat. Hey. ik vind dat je het super hebt gedaan. En, en dat leert mij ook van de hak op de tak. Gewoon improviseren en van het moment. En dan gewoon kijken. Nou ja, we zullen zien wat, uh, wat Kozen van maakt. Nou, maar dat komt, dat komt zeker goed. Nou, lieve mensen, je ziet, je ziet dat het gewoon spontaan vanuit het hart gaat. Het gaat ooit van links naar rechts. Maar dat is in het leven dus ook. Hè? Dus René loopt af en toe net als een hele brave, lieve olifant van links naar rechts. zeg maar. maar hij bedoelt dat heel goed. En ja, ik bedoel dat ook heel positief, want ik vind het echt heel mooi hoe jij het gebracht hebt. Um, ja, vond je de video leuk? Deel hem uiteraard met andere mensen om zo het geluid te verspreiden. Uh, en je helpt ons enorm door ook het geluid van de lezingen te verspreiden. En uiteraard, kom zelf ook een keer. En dat we elkaar kunnen ontmoeten en vooral kunnen verbinden. Veel liefs gewenst van ons vijven inmiddels. Dus, uh, nou, tot de volgende. Toy, toy. Doei, doei. Doei, doei.